Het thema van de viering is onderweg zijn. Verder wil ik welkom heten allen die aan deze viering meewerken. En dat zijn er heel wat. De mensen van de voorbereiding en de mensen van de uitvoering. Ik noem daarbij geen namen, want dat zijn er veel te veel. Maar geweldig dat door alle inzet deze viering weer mogelijk is. Een viering in het teken van de Heideweek. Maar bovenal een viering in naam van die ene, de levende, de God van alle mensen. Te slapen. Ook dit kind was op weg naar een beetje geluk en een beetje eten. En af en toe streelde haar handjes over een schat. Een kaarsje. Dat ze in een lab had gedraaid die ze om haar middel had geknoopt. En ze dacht, als ik er ben in het land van geluk, dan brand ik het helemaal op. Toen ik, voordat het hier begon, achter u stond in onder het afdakje. Toen dacht ik, het is goed dat Abraham nog geen iPhone had. Want iedereen zat natuurlijk op de iPhone te kijken naar de buienradar om te kijken of het wel goed kwam. Het kwam goed, u bent hier. Geweldig. De Engelse schrijver Gilbert Keith Chesterton, van wie ik in de vakantie een lijvige biografie las. De Engelse schrijver Chesterton wilde zijn hele leven eigenlijk maar één boek schrijven dat hij nooit geschreven heeft. Een boek over een man die na een lange reis aankomt op een onbekende kust. En bij het zien van de schoonheid van het landschap en op het eerst gezicht merkwaardige, maar bij nader inzien wijze gewoonte van de bewoners, is hij vol bewondering. Maar na enige tijd ontdekte hij dat hij aangekomen is in het land waaruit hij was vertrokken. Het gaat er in het leven volgens Chesterton vooral om dat we het vertrouwde leren zien alsof we het voor het eerst zien. Alsof het zich voor het eerst aan ons openbaart. Bijbel en christelijke traditie. Chesterton werd van heel vrijzinnig Anglicaan, eerst Anglo-katholiek en toen Rooms-katholiek. Bijbel en christelijke traditie leren volgens Chesterton de wereld zien met nieuwe ogen. Dat er bijvoorbeeld zoveel van hetzelfde is in de wereld. Steden vol mensen, bossen vol bomen,
weiden vol gras en heidevelden vol heide, dat er zoveel dingen in eindeloos meervoud bestaan, dat is volgens Chesterton voor wie met gelovige ogen kijkt niet saai, maar een uitdrukking van het plezier dat de schepper kennelijk heeft in mensen en in bomen, in gras en in heideplanten.